De belangrijkste tip om een project succesvol te maken is een goede balans tussen inhoud, proces en omgeving. En aan alle aspecten de juiste aandacht te geven die nodig is op het moment dat het item relevant is. Succesvolle marktmodellen zijn met name die modellen waarbij de omgeving ook actief betrokken wordt vanaf de start van het project. En dat mensen voor zichzelf een goede agenda hebben gemaakt hoe ze die omgeving willen betrekken. Welke doelen ze willen bereiken, welk gedrag daarvoor belangrijk is. En dat is ook iets wat ze binnen de opleiding nadrukkelijk aan bod komt. In de opleiding sluit met name aan bij de praktijk van projectontwikkeling. Op het gebied van zowel als je bezig bent met windenergie, zonne-energie, energiebesparing, warmte-koude projecten. Het hele brede scala aan duurzame ontwikkelingen. Wat daarbij belangrijk is, is dat de verschillende facetten aansluiten bij de praktijk. En dat zijn zowel de inhoudelijke zaken, maar ook zaken rond financiën. Het akkoord krijgen op een business case. Hoe zitten financiers erin? Al die facetten die nodig zijn om je project succesvol te kunnen afronden over de hele looptijd. Die worden meegenomen in deze opleiding. Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat energieprofessionals, zoals Thorle zegt, zijn vaak professionals op het gebied van energie. En wat de opleiding voor professionals biedt, is ook een kijk langs andere lijnen. Ook zaken rondom financiën, zaken rondom het verleiden van partijen, het overwinnen van weerstand, het structureren van je project, dat soort zaken, het beleid, subsidies. Vooral ook van het kader waarbinnen je project kunt realiseren, dat extra waarde toevoegt aan de, normaal gesproken het werkterrein van de energieprofessional.